Broek uit, broek uit. Alsof je tussen je kinderen moet kiezen. Allemaal hele lelijke kinderen. De nieuwe Bavaria 0.0 smaakt als pils. En om dat te bewijzen heb ik mijn ongelovige vrienden Daan, Jasper en Tobias uitgedaagd voor de ultieme proeverij. Welkom bij de derde aflevering van 0.0 of de lul. Ja, we moeten dus heel even op Daan wachten, ja. Want die is zich opfrissen. Ik wil mijn schoenen uittelken. Het zit ook overal. Dit is een... Wat? Jij mag nog de rest van de aflevering hier lekker zo blijven zitten. Dat vind ik heel onsportief. En ik zit ook onder de honing vandaag. Ja, ik ga nog heel even voor de mensen thuis die nu inhaken, ga ik nog even een keer uitleggen wat het spelletje is. We proeven tussen pils of 0.0. Ja, raad je het goed, dan is er niks aan de hand. Raad je het fout, dan krijg je een tegenprestatie. Dan ben je de lul. Ja. Dan ben je de lul. Hey! Maar wat zie jij er goed uit? Wat is jouw huid mooi? Ach, afblijven. Oh, niet met die vieze jatten. Ja, hey, maar wat mooi, wat goed. Daan, Tobias en Jasper, ik heb er twee tegenprestaties in de aanbieding. Hier draait het om. Dat is een blokfluit, Tobias. Ja. Dat heb je op de vrije school gehad allemaal. Uitvoerig, ja. We hadden allemaal zo'n abgeëkte gooroifluit. Een gooroifluit. Ja, die klonk heel vals. Moet je nagaan hoe 30 kinderen op zo'n fluit. Het is geen zomergast, hè? Jullie mogen je omdraaien, jongens. Even één ding. Ja. Doucheputje zit verstopt. Doucheputje zit verstopt. Oh, maar ik moet zo nog douchen! Zou jij jouw skincare routine kunnen delen? Mijn skincare routine? Hoort daar nu honing bij? Honing, ja. Misschien dat wel helpt tegen eczeem. Gewoon af en toe eens even lekker insmeren in de honing. Cleopatra deed dat ook, hè? Het zal niet alleen vogelzaad zijn. Nee, ik heb een hartstikke mooi budget hostel geregeld waar jij lekker kunt gaan douchen. Oké, jongens. Dan huur ik zelf wel iets. Jullie mogen je omdraaien. Nou, ik vind dat Jasper moet beginnen. Nee, wij hebben allebei vorige aflevering ook al begonnen. Ja, wij hebben allebei een opdracht uitgevoerd. Ja. Oké, is goed. Oh, makkelijk. Jij slikt het gewoon door. Ik vind dat wel lastig geweest. Oh, jeetje, ik schrik hem al. Maar voer nou niet zo'n toneelstuk op, want ik zit toch niet. Jij proeft niet. Ik denk... Je gokt. Ik denk een biertje. Ja, dat zien we ook, dat het een biertje is. Ik bedoel, een pils of is het 0.0? Ja, ik denk een pils. Pils. Ga jij maar. Wat een onzin dit. Dit heb je nou al een paar keer gedaan. Ik weet gewoon dat het niet werkt. Vorige keer heb ik van jou gewonnen hoor, loser. wat een gelul. Pils. Pils, absoluut. Pils. Oké. Nou, denk een teug. Jij denkt hoe meer ik drink, hoe meer ik proef. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook gewoon zo. Ja. Nou, wat is het? Ik weet het niet. Ja, weet ik niet, is sowieso fout, hè? Dan nee, maar ik dacht, dan ga ik gokken. Ik denk dat het pils is. Of jij denkt pils? Ik gok dat jij denkt pils. Jij denkt pils. Dat kan niet, jongens. Deze 0.0 vilt is voor degene die de 0.0 heeft gedronken, maar het fout heeft geraden. Wie is de lul? Nou, maar dit is doorgestoken kaart. Ik wil een second opinion, want ik geloof dit niet. Nee, maar het kan gewoon niet. Mogen wij even overleggen? Jullie mogen overleggen. Ik mag nu ook kiezen. Nee. Wel? Nee. Want ik heb al een opdracht. Nou, wat zou je kiezen? De fluit. Ja, nou, dat dacht ik al. Ja, dus we gaan voor de kwast. De kwast. Het wordt de kwast. De kwast. Oké. Je bent al redelijk... Ja, ik kan niet heel veel blauw worden dat ik nu ben. Tobias, we gaan lekker naar buiten. Ah, daar heb ik zin in. Moet ik mee of blijf ik hier? Nee, jij komt zeker mee naar buiten. Yeah. Oh, wat is dit? Oh. Hier heb ik jullie model dan. Dit is hem. Onze moeders zijn er ook bij. Ja. Nou, dat hadden ze niet hoeven doen. Je mag je broekje uittrekken. Nee, nee, nee. Het broekje mag uit. Broek uit, broek uit. Mijn moeder roept altijd hard mee, mama. Ik ben je zoon, waarom roept zij dat nou ook? Nee, zeker niet. Ik vertrouw jou niet. Als jullie dit laten zakken, dan krijg jij het biertje over je kop. Ik moet mij hier even overheen zetten. Oh, daar gaat hij! Oh, die gaat hoor. Doe even dat onderbroekje uit. Dus ja. Die wil ik wel terug. Tenminste, die niet. Want die is... Oh, wat heerlijk. Ben ik blij dat ik er niet ben, zeg. Oh, die
haren. Ik sta hier bij de moeder van Tobias. Wat vind je ervan? Ik vind het wel een beetje zielig voor Tobias, maar ja. Dat vind ik ook. Maar het wordt wel mooi, Tobias. Dus. Kijk, die billetjes hier zo. Nou, dit gaan we niet filmen. Hoe gaat het met je? Slecht. Ik vind het verschrikkelijk. Er zijn allemaal gillende vrouwen om je heen. Wie wil dat nou niet? Mooie schilderijtjes allemaal, hoor. Zit er nou eens met trots. Ja, juist. Bos vooruit. Daar begint ergens op te lijken. Oh, wat leuk. Niet zo preuts. Niet zo preuts. Welkom bij Tussen Kunst en Tobias. We zijn hier met een aantal schilders. Ja, we hebben een paar kunstenaars uitgenodigd hier vandaag. We gaan even kijken. Een kijkje nemen. Hoe gaat het hier? Oh, bezig, een beetje Rodin-achtig. En dan hier de moeder van Tobias. Ik vind hem goed. Oh, maar die is mooi. Ja. Lijkt nergens op. Waar heb je op gelet? Op zijn haar. En ik ben hier begonnen, dus zeg maar. Dit is zijn rughaar. Zijn rug. Kijk, zo, hier is echt een professional aan het werk. Hè? Moeilijk hoe je nou dat borsthaar daar. De gezichtsuitdrukking die komt er erg over. Hij lijkt, dit is 1-op-1 Tobias. Is Tobias ja. Dit is gewoon 1-op-1 Tobias. Zelfde zure bek is het. Maar dit is wel, dit is nou, minimalistisch, dit is realisme. Door. Waar heb je op gelet, Daantje? Nou, vooral op de ruimere contouren. De ruimere contouren, hoor je dat? Je bent dik. Ja, dat vat ik dat. En dan hier, waar heb je op gelet? En dan zie ik daar opeens een paar witte billetjes, snap je? Hij mag iets meer billen hebben, die heb ik erbij getekend. Hoe gaat het hier? Deze vind ik echt Oh, maar dit is Tobias. Ja, toch? Oké, en dan gaan we naar de laatste. Oh, maar ja. Oh. Hij ziet er veel te stoer uit. Dankjewel. Hij heeft een beetje te veel schouders. Ja, alsof hij heel gespierd bent. Ja, zit er iets goeds tussen. Er zitten wel een aantal dingen tussen die je thuis wil hangen. Flatterend. We hebben alle werken kunnen zien en wie zal de winnaar worden van Tussen Kunst en Tobias? Dames, zijn jullie klaar voor de big reveal? Pak je tekening erbij. Ik tel af in 3, 2, 1. Joepie! Kijk eens, wat vind je ervan? Super vet! Ja. Wat voel je toch? Ja, ik vind het leuk dat iedereen ook dat biertje heeft gespeeld. Ik zie ook dat je een beetje geëmotioneerd bent. Ja, maar het is niet de emotie die je zoekt. Ja. Maar welke vind je het mooist? Kies er eens eentje uit, Tobias. Ja, dat is alsof je tussen je kinderen moet kiezen natuurlijk. Ja. Allemaal hele lelijke kinderen, maar... Kies nou maar. Even, dan ga ik voor die. Zo. Denk jij wel het verschil te kunnen proeven? Je kan het nu proberen met deze goed gevulde koelkast. Die kan van jou zijn. Ga even naar de link in de beschrijving, meld je aan. En wie weet staat deze koelkast binnenkort bij jou thuis. Proost!